Ja, vrienden. Hebben jullie hem gelezen? Vandaag, vanmorgen. Ja, kijk hier. Kijk even met me mee. Hier. KNVB die richt de pijlen op Van Gaal. Ja, want de succestrainer, eerste keus van de voetbalbond. Hey, hoe vind je die KNVB? Die Frank de Boer. Hey, die Frank, die is al gestopt. 29 juni, noteer jullie even mee. Hey, 10 dagen geleden. 10 dagen heeft de KNVB ervoor nodig. Hoe vind je die? Om te komen tot de enorme evaluatie van... We nemen Van Gaal. Gefeliciteerd daar zeg. Knappe koppen bij de KNVB. Het is toch verschrikkelijk. Frank de Boer ging weg en ik wist zelf al, na ongeveer een seconde of 3, toen dacht ik al van, optellen, aftrekken, dat wordt Van Gaal. Dat moet Van Gaal worden. Dat is even niet anders. Ja, en dan gaan jullie nu tegen mij zeggen, maar pas geleden heb jij nog gezegd, Harry, hey, Van Gaal moet het niet worden, want Van Gaal, die had die spelers al beledigd. En toen heb jij gezegd, ik trek de kandidatuur van Van Gaal, die trek ik officieel in. Maar vrienden, vergeet even dat hele verhaal. Want ik stel Louis weer kandidaat. Ja, ik duw hem weer naar voren en dat doe ik ook namens Louis zelf. Dus de KNVB, die kan gewoon Louis weer bellen. Ja, bel maar weer op. Want Louis is er klaar voor. Louis heeft er weer zin in. En Louis gaat wel even zijn excuses maken aan de spelers van het Nederlands elftal. Van, neem me niet kwalijk dat ik dat gezegd heb van jullie zijn een veredeld stelletje sterren. Ah, dat slikt Louis wel even in. En dan zegt hij eventjes sorry en klaar. Zo moet het gaan gebeuren. Want ik heb daarna nog nagedacht. Ik heb Conte wel genoemd als kandidaat. Maar die is gewoon veel te duur. Daar ben ik nu wel achter. Hoe je bent of keert, blijf maar één kandidaat. Het is Louis. En dan weet ik dat er mensen zeggen tegen mij. Ja Harry, maar dan gaan we weer met die Van Gaal. Waarom nou weer Louis Van Gaal? Ja, en dat begrijp ik ook. Ik snap dat ook. Dat mensen dat zeggen. Maar luister goed, als je nou gewoon alles bekijkt en alle namen afgaat, dan is er maar één kandidaat. Los daarvan, het gaat maar om 1 jaar. That is all. Hij moet eventjes het Nederlands elftal kwalificeren voor de WK. En hij doet Qatar. En daarna nemen wij afscheid van Louis. En dat weet Louis zelf ook wel. Nou, dan sluit ik af door te zeggen tegen de KNVB, stop met evalueren en stop met nadenken. Jullie hadden jezelf trouwens moeten evalueren en dan had je jezelf gewoon keurig na het debakel met Frank de Boer jezelf keurig naar huis kunnen sturen. Maar goed, dat hebben jullie niet gedaan. En, ha, wat lees ik nu? Ja, wat zie ik nou net in mijn telefoontje staan? De KNVB is onderweg in het vliegtuig naar Portugal, naar onze Louis. Ja, ja, ja. He. Eindelijk zou ik er wel bij willen zeggen. Ja, ja. Hoogste tijd. Goed. Nou, jullie naar Louis toe. Louis helemaal blij. En denk erom, kom niet terug met van Louis heb er geen zin in. Of Louis doet het niet. Hé, maak het nou af. En Louis, we zien je snel.